Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. We beginnen de vlog met een bericht over een cyberaanval. Luister maar even. Oké. Okay. De website van de Belastingdienst werd getroffen door een DDOS-aanval... Eerder waren de banken ING, ABN Ambro, Rabobank, ANS, Regiobank en SNS bank slachtoffer van een vergelijkbare cyberaanval. Volgens meldingen op alle storingen.nl was de Belastingdienst omstreeks 12 uur 29 ja, ja, waar, waar, of zo ongeveer niet bereikbaar. Inmiddels zou de site wel weer toegankelijk zijn. <tie> Het is onduidelijk wie er achter de DDoS aanvallen zit. Daarom is ook niet bekend of dezelfde dader achter dezelfde aanvalspogingen zat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet te gaan ingrijpen bij de DDoS aanvallen. Getroffen instanties zouden nog in staat zijn om zelf de aanvallen te bestrijden. ABN Amro en ING zeggen beschermende maatregelen te hebben genomen tegen de aanvalstechniek, maar dat cybercriminelen dit wisten te omzeilen. Beide banken doen aangifte bij de politie. Bij een DDoS-aanval worden servers van een site of dienst gebombardeerd met verbindingsverzoeken, waardoor deze overbelast raken. Hierdoor kan een website of app onbereikbaar worden. De aanvallers gebruikten een botnetwerk dat, geop werd, dat wordt geopereerd vanuit Rusland. Hoe kan het ook anders? Het is echter onduidelijk of de Russische overheid ook de aanval heeft ingestart. Dat kan ook zijn gedaan door bijvoorbeeld Nederlanders die het botnetwerk uh, de opdracht gaven. Ja, Rino's. <coughs> het is echt ge een gekke huis. Dus, eh, ik, ik wil geen conclusies trekken. Nu niet tenminste. Maar, maar als uh, de Ru Russen er echt achter zaten, dan, dan kan ik uh, je wel vertellen. Die Russen zijn echt compleet koekoek. Uh, ze denken dat ze de wereld bezitten, maar dat is niet zo. Ik heb. Uh, ik heb ook begrepen da dat uh, Vladimir Poetin's verkiezings-tegenstander is opgepakt door Poetin's handlangers. Ah, als dat niet een geval uh, va uh, van de dictat dictatuur is, dan weet ik het ook niet meer. Verder heb ik gewoon echt geen woorden om te omschrijven. Hoe vreselijk uh, dat is. Dus ik laat het daarbij. Ik ben zo terug uh, vanmiddag. Hallo jongens, me meisjes en mensen van alle leeftijden. Ik ben Ernst Palapenbach, een van Mr. Rhino's fantasievriendjes. Ik ben voor het eerst voorgesteld aan jullie in vlog 14. En nu ben ik er na waarschijnlijk een heel lange tijd weer. Oh, om voor Mr. Rhino even wat voor te lezen. Oké, okay. laten we een kijkje nemen naar dit bericht hier. Ja, even geduld. Oké. Okay. We kunnen beginnen. Oké. Okay. De Britse topkok Gordon Ramsay vindt dat Nederlandse koks te veel roken. Dat stelt hij in een kort interview met de website HorecaNederland.tv dat dinsdag is gepubliceerd. Vandaag dus. Ramsey prijst in het bijzonder Jonny Boer van de li Libraie, wiens restaurant dinsdag nog werd uitgeroepen tot beste van Nederland. Ten, dat is heel mooi. Net als de Britten hadden de Nederlandse koks heel lang een slechte reputatie, stelt de Brit, bekend van onder meer Kitchen Nightmare en Hotel Hell. Maar nu komt het beste voedsel uit Nederland... Alleen de kok's roken verdomme echt te veel. De topkok adviseert jonge collega's die graag zo goed als hij willen worden, vooral met goede chefs te werken en uit je comfortzone te komen. Dat is wel aardig advies, ja. Leer en experimenteer. Ga naar andere landen. Als je uit Frankrijk komt, verdiep je in de Italiaanse, Spaanse en Amerikaanse keuken. Verbeter jezelf altijd. Ga door, ontdek. De <tossimus> Daarnaast geeft Ramsey als advies een tweede taal te leren: Spaans, Frans of desnoods Nederlands. <tossimus> Gordon Ramsay is duidelijk niet gediend van rokende chef -koks. En dat begrijp ik wel. Ik, ik, ik bedoel, ik vind roken ook niet al te fijn. Ik rook niet, Mr. Rhino rookt niet. He, geen van de mensen van het Mr. Rhino team roken. Behalve Baby crops dan. Maar, maar ja... Babykrab is dan weer geen kok. Maar, maar, maar Gordon Ramsey geeft heel erg goed advies voor chef-koks die net zo goed als hij willen worden. Net wat hij zegt: werk vooral met goede chefs en leer, en, en leer uit je comfortzone te komen. Je, je moet. Inderdaad, naar andere landen toe. Als je bijvoorbeeld uit Frankrijk komt, moet je je ook uh, in de Spaanse, Italiaanse en Amerikaanse keuken ke verdiepen. En een tweede taal leren, zoals inderdaad Spa Spaans, Frans of, of, of desnoods Nederlands, Zo, uh, zoals wij. <tie> Mr. Rhino die volgt Gordon Ramsay op Twitter. Eh, en fans van Gordon die sturen hem re regelmatig eh, foto's van de gerechten die ze zelf hebben gemaakt. Eh, en die kraakt Gordon vervolgens af. Of niet Mr. Rhino? Inderdaad, er is een ik heb via Facebook een paar filmpjes gezien. Van, van, van iemand in een hoog ste stemmetje. Die, de, die de, de tweets naar Gordon voorleest. En barst vervolgens in lachen uit wanneer ze Gordon's antwoord lezen. En ik kan je vertellen: het was een vrij aanstekelijk lachje. <tie> Duidelijk. Nou, Mr. Rhino en ik gaan nu even wat andere zaken regelen. Dus we zijn vanavond weer terug. Vandaag is het zo'n 85 jaar geleden. dat Adolf Hitler de Rijkskanselier van Duitsland werd. En, en, en om dat te herdenken. ga ik jullie met. Meenemen terug in de tijd. Uh, va van uh, toen Hitler uh, eerst met geweld aan de macht probeerde te komen. Ik zal dit wel even voor jullie voorlezen. Oké. Okay. Door de hoge herstelbetalingen. die Duitsland volgens het Verdrag van Versailles. Uh, vanaf 1919 aan de geallieerden moest doen. raakte de Duitse economie steeds verder in het slop omdat de Duitse overheid steeds meer geld moest bijdrukken om zijn ambtenaren te kunnen betalen, liep de inflatie steeds sneller op tot de hyperinflatie van in 1922 en 1923. Frankrijk liet in 1923 beslag leggen op de kolenproductie van de mijnen in het Roergebied, omdat Duitsland niet langer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Op 11 januari 1923 trokken Franse en Belgische troepen het Roergebied binnen om beslag te leggen op de Duitse kolenvoorraden. De Duitse mijnwerkers gingen in staking, maar de Franse militairen braken de staking en traden hard op tegen de protesten en het verzet van de Duitse burgers op. De Duitsers moesten meer geld bijdrukken. Onder andere om de stakende mijnwerkers te kunnen betalen, waardoor de inflatie in 1923 nog sterker steeg. Tot 1922 leed de Duitse bevolking vooral onder de armoede, maar door het gebrek aan steenkool dreigde in de herfst van 1923 de winterse kou, waardoor de spanningen steeds verder opliepen. Bovendien was Duitsland na de Eerste Wereldoorlog overspoeld door een vluchtelingenstroom, die na de re Russische Revolutie en de Russische Burgeroorlog vanuit Oost-Europa op gang gekomen was. Onder de bevolkingsgroepen die voor de pogroms en de rode terreur van Lenin uit Rusland waren gevlucht, bevonden zich in veel tsjadistische Jo. De, de, de die in het straatbeeld van de Duitse steden erg opvielen. De partijaanhang groeide door de crisis en daarmee de hoop op verandering. Op 9 november 1923 werd op aandringen van Hitler een poging gedaan de macht in Beieren te grijpen en daarna de Weimarer publiek omver te werpen. In feite zag Hitler zelf weinig in de slecht georganiseerde koepoging... Maar hij was waarschijnlijk bang dat zijn achterban anders zou overlopen naar een partij die wel bereid was tot actie. Deze bierkellerpoets, zoals hij genoemd wordt, begon in de Burgerbrouwkeller, een bierhal in München. Daar stelde Hitler, zwaind met een pistool, de nieuwe regering aan, aan de enthousiaste toehoorders voor terwijl gewapende groepen mannen strategische gebouwen en instellingen in de stad trachten te veroveren. Ook Ernst Roem nam deel aan deze poets. Die mislukte eh, en waarbij eh, veertien koeplegers en vier poliën militiemensen omkwamen. Hitler probeerde vlak voor hij werd gearresteerd zelfmoord te plegen, maar dit werd verhinderd door de vrouw van Ernst ah, Hanfstaan. Eh, no. Bij wie hij onderdak had gekregen. <coughs> Ondanks de slachtoffers die door Hitler's mislukte putsch gevallen waren, werd hij koeland behandeld door de rechtbank. Bemand door conservatieve rechters die waarschijnlijk sympathiek tegenover zijn denkbeelden stonden. <coughs> Dat er vraagtekens bij de neutraliteit van de toenmalige Beierse rechten. Een bank gezet kunnen worden, blijkt uit de bestraffing van linkse verdachten. Communistische railschoppers werden meestal veel zwaarder gestraft. Hitler werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap. Van de vijf jaar zat hij slechts 264 dagen uit, de uit in de gevangenis van Landsberg. ...onder tamelijk comfortabele omstandigheden. Op 20 december 1924, ruim een halve week voor kerst, werd hij alweer vrijgelaten. Dus ja, Hitler probeerde eerst met geweld aan de macht te komen. Maar, maar dat mislukte en hij moest dus naar de gevangenis. Vervolgens probeerde hij het met, met, de, met een politiek. En dat lukte wel... Hij kreeg hartstikke veel aanvang aan do, door antisemitische speeches, dit en dat. Daardoor kwam hij aan de macht. Echt, ze hadden toen nog geen idee wat voor vreselijkheden er daarna zouden gebeuren. In, vanaf 1939. Maar goed, voordat deze vlog te lang wordt, stop ik nu. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van eventuele nieuwtjes die ik daar plaats. En volg me op Instagram. Op Instagram heet ik Alex Neushorn. Dan blijf je op de hoogte van eventuele filmpjes en video's die ik daar plaats. Uh, uh, filmpjes en video's. Foto's en video's bedoelde ik. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij gloedje volgende. Dan zeg ik nu zoals altijd. Later.